Hey beautiful ladies, deze video maakt deel uit van een 10-delige videoserie The 12 Recipes of Christmas, waarvan het grootste gedeelte clean is. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan nu, want morgen komt er weer een nieuwe video online en dan mis je die niet. Voor de linzenburgers heb je nodig spinazie, een blik linzen, havermout, groene pesto, 2 eieren en wat olijfolie. Voor de linzenburgers klop je de eieren los in de kom en dan voeg je de linzen, de havermout, de pesto en de spinazie toe. Kneed het goed door totdat je er burgers van kan maken. Het deeg plakt nog zeker wel een beetje, maar dat is niet zo heel erg. Als je verse spinazie gebruikt, zorg dan dat je de spinazie goed fijn knijpt tijdens het kneden. Wanneer je een burger wil maken, maak je eerst een bal in je hand die niet meer aan je handen plakt. En dan druk je hem plat. Hoe dunner je de burgers maakt, hoe sneller ze gaar zijn. Maar je moet natuurlijk oppassen dat ze niet uit elkaar vallen. De pesto geeft de burgers al heel erg veel smaak. Maar wil je zeker weten dat ze goed smaken, maak er dan eerst eentje. Proef het en voeg daarna eventueel zout en peper bij. Deze burgers kun je het beste op de dag zelf maken, vlak voordat je het gaat opdienen. Want spinazie opwarmen is niet zo heel goed voor je. Zorg ervoor dat de pan goed is voorverwarmd. Spuit er wat olijfolie in of giet er wat olijfolie in. En bak de burgers. Je kan bij wijze van uitproberen alvast eentje omdraaien als je denkt dat ze gaar van binnen zijn. En dan als hij zo een beetje bruin is, dan kan je ook prima de andere omdraaien. Kijk, dit is te licht. Dit is nog niet gaar. Dus dan ga ik hem meteen weer omdraaien. Eventueel zou je ze ook zonder spinazie kunnen maken. Dan kan je ze wel de dag van tevoren maken. En dan gewoon in de oven weer even opwarmen. Grote burgers bak je ongeveer 5 minuten. Kleine burgers vanzelfsprekend wat korter. Ik kijk zelf ook altijd naar de buitenkant. Dat moet mooi goudbruin zijn. Nou, deze zijn klaar. Die ga ik eruit halen. Wees wel een beetje voorzichtig mee. Ze vallen niet heel snel uit elkaar, maar toch. Maak de pan leeg voordat je de volgende batch erin gooit. Dan doe je weer een beetje olie. En begint het hele proces weer opnieuw. Deze linzenburgers worden ontzettend snel koud. Ik heb daarom vorig jaar deze warmhoutschalen bij de IKEA gehaald. Die zijn dubbelwandig en houden ze heel goed warm. Dankjewel voor het kijken. Vind je deze video leuk? Steek dan een duimpje omhoog. En ik zie je morgen weer. Voor de doperwtenpuree met munt heb je nodig: doperwtjes, 8 takjes munt, 2 teentjes knoflook.